Ik ben Adriaan Vos, mede-eigenaar van het loonbedrijf Vos in Band en akkerbouwbedrijf. Ik ben Theo Vos. Wij zijn in maatschap met nog een vader en een broer en moeders. Ja, wij hebben voor de Optitrex gekozen. Puur het lege gewicht van de machine is al veel lager. En als je dan weet dat deze machine met een volle bunker net zo zwaar is als een Big Six van 28 ton leeg, dan waarom de rups? Wij hebben het idee, qua bodemdruk is het gewoon beter als deal. Wij zijn heel erg bezig met de bodemstructuur vanuit ons loonbedrijf. Daar proberen wij ons streven mee te halen om een tandje voor te blijven lopen op andere loonwerkers. Wij rijden al jaren met een rupstrekker en ook daar het idee achter komt dit weer vandaan. Als je het verhaal erbij vertelt wat erachter ligt, de gedachte is dat je meer vierkante centimeter hebt waar de rups op loopt als een band, dan heb je daar het voordeel al. Ik ben Gerrit Nieuwenhuizen, woon in Ens, Noordoostpolder. Deze machine hebben wij voor de zo min mogelijk bodemdruk te hebben. En dan rijden we zelf met de keepers naast. Eerder was het altijd met zware machines. Dus net waar je voor kiest, denk ik voor een zware machine en de keeper op de kophakker. Wij willen de bodemdruk zo min mogelijk hebben en dan kiezen we voor de Trex en deze rode dan. We hebben voor het nieuwe kopsysteem gekozen, waar Agrivac vorig jaar mee gekomen is. Omdat je efficiënter iets sneller kan rooien. Het kopsysteem werkt mooier, je kan iets hoger ontbladeren. En toch egaal kopwerk. En wij hebben het in onze andere machine hebben het ook al geplaatst. Ja, en voor de rest hebben we een scharenrooier. Ook omdat wij het idee hebben over een heel seizoen op alle grondsoorten toch netter werk te kunnen leveren als met rooiwielen. Je kan eventueel langzaam lossen als ze naast rijden, dat de boer de tijd heeft om de keeper netjes vol te rijden. Maar als het wel eens een keer op de kophaker moet lossen, dan kun je het spul vrij snel zetten en dan is hij ook zo weer leeg. Ja, en het voordeel van de derde matje in de bunker is vooral dat je tijdens het rooien kan je een bult in de bunker een beetje houden waar de valhoogte beperkt. Ja, ik vind het op zich, de bediening is niet ingewikkeld, het is goed overzichtelijk. En voor de rest, het is gewoon super rustig in de cabine, geen getril, geen gewobbel, geen geluid. Het is gewoon een heel stuk vooruit ten opzichte van de vorige machine. Het zicht is goed rondom de machine, camera's zijn goed gemonteerd in de machine. Het is gewoon een machine met veel plezier mee te werken. Ja, zeker weten.